Studeren is gemakkelijk als je de dochter van het schoolhoofd bent. Laten we eens kijken hoe laat de IT-les begint. Oh, wat is dat? Lucy, waarom heb je geen uniform aan? Je kunt niet naar college komen in wat je maar wilt. Hij scheldt mijn dochter uit. Het mag niet meer gebeuren. Ik heb het. Maar de directeur laat niet toe dat iemand zijn dochter van streek maakt. Kijk, we hebben een nieuw uniform. Hoi, Lucy. Lucy, waarom ben je te laat? Het spijt me. Ga zitten. Omwille van de dochter kan het schoolhoofd het hele college in rokken kleden. Ah, mijn haar zit vreselijk. Ik moet zo snel mogelijk iets doen. Heb je me geroepen? Nee. Papa, ik moet douchen nu. Heb eens. Beschouw het als gedaan. Dat moet voldoende zijn. Ik hoop dat papa dit snel oplost. Ik ben helemaal nat. Dat is precies wat ik nodig heb. Het is een brandalarm. Iedereen, verlaat de klas. Veel beter nu. Papa, bedankt voor je hulp. Je bent de beste. Hou van jou. Eindelijk is het lunchtijd. Het ruikt heerlijk. Maar het smaakt naar groente. Oh, pap. Wat? Stop met het eten van dit spul. Het is ongezond. Hij is er weer aan. Dat is niet erg. Ik heb een voorraadje. Ik ken al je verstopplekken, schat. Het zal wel. Ah, moeilijke landing. Oh, ik weet het. Niemand zal me hier zien. Eindelijk kan ik een hapje van dit lekkers nemen. Je kunt je niet voor mij verstoppen onder het bureau. Waar heb je dit vandaan? Ik had me beter moeten verstoppen. Ik ga honger hebben. Maar de directeur beperkt zich nergens in. Papa! Ah, echt waar? Eet je gezonde broccoli en geef dat aan mij. Ik heb het gevoel dat ik mijn tand kan breken. Nee, het is oneetbaar. Frieten zijn beter. Geen schoolwedstrijd is compleet zonder cheerleaders. Luister, de volgende score is cruciaal. Laten we ze onze dans laten zien. 1, 2, 3, 4. We kunnen nog meer laten zien. Ons team is van topklasse. Ah! Lucy, ben je in orde? Ik denk dat ik mijn enkel verzwikt heb. Ga naar de bank, Lucy. Ik heb dit. We zullen deze wedstrijd winnen. We gaan de Hall of Fame halen. Dit is gênant. Het boek zou binnen moeten zijn. Wat? Zit het slot vast? Mia, kun je me helpen met het kastje te openen? Is dat niet van jou? Wat? Dit is een kast uit mijn kamer. Papa, vind je het mooi, schat? Het is een speciale levering voor jou. Al je lievelingsspullen zitten hierin. Kijk, zelfs de edele Ros is er. Je was als kind al dol op hem. Ridder? Doe je ogen dicht. Je hebt niets gezien. Oh, is dat de wekker die afgaat? Ik wil helemaal niet opstaan. Pap, ik wil vandaag niet naar school. Oké, ik zal alles regelen. Lucy, word wakker. Hè? Wat gebeurt hier? De les is begonnen. Dat kan niet. Het gebeurt. Vandaag zullen we het hebben over de strijd tussen de liefde en de dood in Romeo en Juliet. Ik heb niets om op te schrijven. Hier, neem mijn notitieboekje. Geweldig, bedankt. Nu moet ik aantekeningen maken. Wie wil antwoorden? Lucy, vul de opdracht in. Ik denk dat het antwoord 28 is. Heb ik gelijk? Je kent de basis niet. Het moet 30 zijn. Ik zal het onthouden. Hoe kun je het niet weten? Wat zei je? Beveiliging.
Opzij! Jongeman, wat ben je aan het doen? De dochter van de directeur kan geen foute antwoorden hebben. Zijn dit nieuwe boeken? Wat is er mis met de oude? Oh, ik zie het nu. De formules zijn bijgewerkt. Nu zal mijn kostbare dochter geen onvoldoende meer krijgen. Mag ik gaan zitten? Ik heb goed geantwoord. Papa, ik heb een onvoldoende voor het proefwerk. Nu ben ik een slechte leerling. Ik heb zo'n spijt. Ah, ik voel me al beter na een beetje huilen. Bedankt. Mijn arme dochter. Ze heeft het moeilijk. Mijn kindje. Het is altijd moeilijk voor een ouder om zijn kind het moeilijk te zien hebben. We kunnen het aan. Wat was dat? Mia, jij mag eerst. Komt eraan. Is dit een grap? Het is je proefwerk, Blanco. Deze opgaven zijn niet in één les op te lossen. Niet mijn probleem. Dit is niet eerlijk. Papa, ik wil de volgende zijn. Haast je niet, mijn dochter. Je hebt heel speciale taken. Hier ga je. Echt waar? Je kunt het. Ik zal hem laten zien hoe hij me moet onderschatten. Het lijkt erop dat de dochter van de directeur besloten heeft te rebelleren. Helemaal klaar. Goed zo. Oh nee, hoe is dit gebeurd? Wat ben je nu weer aan het doen? Echt niet. Ik zal doen alsof ik die antwoorden niet gezien heb. Het is niet eerlijk. Ik kan zelf ook een goed cijfer halen. Ze heeft dezelfde jurk gekocht. Ze weet alleen hoe ze moet kopiëren. Oh jee, hoe lang is die rok? Zulke korte rokjes kun je niet dragen op de universiteit. Heb je hier een probleem? Kijk zelf maar. Het kan gemakkelijk verholpen worden. Oké. Dat is het. Helemaal klaar. Pap, wat heb je gedaan? Probleem opgelost. Dank je, meneer Redder. De regels moeten gerespecteerd worden. Ik moet me ook even opfrissen. Vandaag schrijven we een proefwerk. Let goed op. En niet spieken. Oh, wat is hij van plan? Flirten met mijn dochter tijdens de toets? Ik zal het niet toestaan. Hoe gaat het ermee? Wat een grappige foto. Laten we samen een selfie nemen. Hij is geweldig gelukt. Je moet je concentreren op je studie, niet op mijn dochter. Rustig maar, pap. We praten thuis wel verder. Blijf een proefwerk schrijven. Papa is vandaag niet in de stemming. Leg het terug. Maar ik wil groente, niet dit kleverige ding. Niet kieskeurig zijn. Kom op, ga. Hopelijk heb je vandaag iets lekkers op het menu. Zoals altijd. Smakelijk eten. Het ziet er vreselijk uit. Dit wil ik niet eten. Mijn dochter moet een speciaal menu hebben. Maak het nu opnieuw. Oh, natuurlijk. Het spijt me. Je dochter wil vast een gourmetmaaltijd. Maar dat zal ze niet krijgen. Dit is mijn keuken en het menu is voor iedereen hetzelfde. Je pap is topklasse. Eet smakelijk. Jongens, hier zijn jullie toetsresultaten. Goed gedaan. Jullie hebben het geweldig gedaan. Ik heb een 10. Abby, je proefwerk. Wat? Maar ik kan geen onvoldoende krijgen. Het spijt me. Er moet een fout gemaakt zijn. Ik haal de formulieren door elkaar. Je kreeg een 10. Wow, ik deed het zo goed. Oh nee, hoe ben ik gezakt voor de test? Klas, jullie hebben het goed gedaan. Maar zulke antwoorden kon ik niet schrijven. Je kennis is belangrijker dan toetsen. Vond je onze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!